knolselderij, wat vaak gebruikt wordt om te versterken voor het maken van lekkere bouillons of een lekkere fond. Maar een knolselderij kun je ook een hele lekkere groentebereiding van maken. Een groente beignet bijvoorbeeld. En ik laat even zien hoe je snel en makkelijk een beignetje kunt maken. Een kleine beignet voor een hapje tussendoor of een grote beignet als een groentegerechtje. De knolselderij die heb ik al geschild, heb ik het schilletje afgehaald. En die heb ik in plakken gesneden. De plakken knolselderij die snij ik dan in reepjes. En deze repen die snij ik dan daarna in blokjes. Deze blokjes knolselderij die zijn nu nog rauw. En deze rauwe groenten die gaan we blancheren. En blancheren doe je altijd in kokend water. Met zout. En dan koken we de kleine blokjes knolselderij, die kook ik net zo lang totdat ik denk dat ze gaar zijn. En dat gaat heel snel. Ik denk ongeveer een minuutje. Knolselderij direct uitnemen uit kookvocht. En dan vang ik het op een zeef. Knolselderij eventjes wegzetten, dat het een beetje afkoelt. Dan ga ik nu beginnen met het beslag voor de beignet. Beslag van een beignet bestaat uit bloem. En dit recept gaat 110 gram. Bakpoeder. Een theelepeltje. Melk. 110 gram. Een eitje. Snufje zout. Peper uit de molen. En hier maak ik dan een dik pannenkoekbeslag van. Ik probeer een beetje te roeren vanuit het midden. Dan heb je de minste kans op klontjes. Als het beslag goed doorgeroerd is en het is glad, zo noemen we dat, gaat er nog een beetje roomboter bij. En deze roomboter heb ik van tevoren gesmolten. En hier doe ik dan 2 eetlepels roomboter in. Goed doorroeren. Knolselderij. Die heb ik hier op een zeef. Gaat er allemaal in. En dan dit een beetje doorscheppen. Dat is klaar. Dan heb ik ondertussen de frituur opgewarmd tot 180 graden. En dan met een lepel pak ik dan zo'n schepje en dan laat ik zomaar een beignetje in de frituur vallen. En dan wachten tot ze mooi goudbruin zijn. Als ze licht beginnen te kleuren, zoals deze, als ze een beetje goudbruin worden, we gaan richting de kleur van een beetje oliebolachtig. Kijk, daar komt hij al. Voorzichtig draaien. En doordat we bakpoeder gebruikt hebben in het recept en een eitje, gaan ze van binnen worden ze dan lekker luchtig. Als de beignet dan mooi van kleur is en hij voelt knapperig aan, want dat vind ik het belangrijkste, een knapperige buitenlaag, dan kunnen ze eruit. Ik heb hier een draadspaan. Goed uitslingeren, dat overtollige frituurolie, die heb ik niet nodig. Dan heb ik hier een bord genomen en heb ik wat papier op gedaan, zodat het overtollige vet een klein beetje kan absorberen. Zo. Knolselderij beignets, daar moet natuurlijk nog iets bij en wat ik erbij serveer is een mayonaise. Alleen deze mayonaise heb ik luchtig gemaakt. Heb ik luchtig gemaakt in een fles. Onder druk. En dat doe ik zo hier een beetje inspuiten. En dat serveer ik er daarnaast. Je ziet aan de luchtbelletjes dat die lekker luchtig is. En daar dopen we dan zo'n beignet in. En dat is dan zo'n lekker hapje voor tussendoor. Beignet voor knolselderij uit mijn keuken. Tot volgende week.